Is het slecht om je kauwgom door te slikken? De precieze ingrediënten van kauwgom zijn vaak geheim, maar het komt meestal ongeveer hierop neer. Suiker en smaakstoffen worden toegevoegd aan synthetisch rubber en polymeren. Rubber en plastic. En na een paar minuten kauwen is dat ook wat je overhoudt. Een onverwoestbaar stukje kauwgom. Dat zo'n 20 tot wel 100 jaar precies zo blijft. Misschien toch maar even opruimen. Dat plastic niet vergaat is normaal natuurlijk een nadeel. Maar nu is het een voordeel. Want als je dat kauwgommetje doorslikt, dan blijft het gewoon intact in je maag, in je darmen en uiteindelijk in je... Alleen als je heel veel kauwgom eet, kan het gaan ophopen en dan krijg je een maagsteen.